autopatrouille. Hmm. Goedemorgen, Jeremy. Ik zie dat je een platte band hebt. Wacht je op Tom voor reparatie? Hoe bedoel je dat je Tom niet kan vinden? Is hij ook niet ergens in de garage? Dat is raar. Geen zorgen, Jeremy. We roepen de autopatrouille voor hulp. Hoi Frank, hoi Matt. We hebben jullie hulp nodig. Tom is nergens te vinden. Misschien kunnen jullie de straten afzoeken om hem te vinden. Hoi jongens, hebben jullie Tom gezien? Jeremy heeft een platte band, maar hij kan Tom nergens vinden. De laatste keer dat jullie hem zagen was vanmorgen toen hij heel snel langsreed met een rugzak. Dat is raar. Waar zou hij die rugzak voor hebben? En waarom heeft hij zo'n haast? Denk je dat hij op reis is, Matt? Hij zou dat toch hebben gezegd, of niet? Hoi Hector. We proberen een mysterie op te lossen. We kunnen Tom niet vinden. Heb jij hem gezien? Echt waar? Perfect. Waar? Zag je hem uit Autostad rijden vanmorgen? Goed idee, Matt. Jij en Frank kunnen naar Ben gaan. Hij kan hebben gezien of Tom Autostad heeft verlaten. Bedankt, Hector. Oh nee, Matt. Je hebt een platte band. Dat is verschrikkelijk. Wat moet je nu doen? Ik denk niet dat we hier iets aan kunnen doen, Frank. Je hebt niet de goede gereedschap. Alleen Tom heeft dat. En hij is zoek. Jullie hebben nu al te hard gewerkt aan het mysterie om het op te geven. Wat is er, Frank? Heb je een idee? Denk je dat Matt moet rusten en jij gaat zelf op onderzoek uit? Dat is alles wat we kunnen doen. Je hebt gelijk. Laten we gaan. We gaan Tom vinden. Hoi Ben, hoi Harvey. Hebben jullie Tom uit Autostad zien rijden vanmorgen? Aha, jullie waren ook buiten de stad vanmorgen en zijn net terug. Jij hebt Tom wel gezien, Harvey. Reed hij in de richting van de rijschool buiten de stad? Dat is raar. Tom heeft geen rijles nodig. Frank, ik denk dat je naar de rijschool moet gaan om te kijken wat er aan de hand is.
Oh, dat verklaart alles. Tom nam zijn zoon mee naar de eerste schooldag. Gelukkig maar. We wisten niet wat er gebeurd was, Tom. Goed speurwerk, jongens. Het mysterie is opgelost. Nu we toch naar Autostad rijden. We hebben een paar klusjes voor je, Tom. Jeremy en Matt hebben een platte band en hebben je hulp nodig. Het gaat een drukke avond worden. Tot de volgende keer allemaal. Doeg! Hallo Matt en Frank. Wat een mooie dag vandaag, hè? Amber, wat is er? Waarom ben je verdrietig? Wat vervelend. Je bent je zwaailichten kwijt. Geen zorgen, Amber. Voordat je het weet, vinden Matt en Frank jouw lichten wel weer terug. Kom, we gaan vertellen wat er gebeurd is. Matt, Frank, Amber heeft een probleem. Ze is haar zwaailichten kwijt. Jullie moeten haar helpen om haar zwaailichten terug te vinden. Matt, Amber is bij het ziekenhuis. Het is linksaf. Amber, Matt en Frank komen je helpen. Oké, Matt en Frank, laten we gaan. Zullen we eerst bij de speelplaats kijken? Nee, hier liggen ze niet. Matt, Frank, misschien moeten we aan de andere auto's vragen of zij Amber zwaailichten hebben gezien. Laten we het aan Tom vragen. Misschien kan hij ons helpen. Hey Tom, we zoeken Amber's zwaailichten. Heb jij ze misschien ergens zien liggen? Laten we het aan Jerry, de vuilniswagen, vragen. Hey Jerry, heb jij Amber's zwaailichten gezien? Kop op, ik weet zeker dat we Amber's zwaailichten in no time vinden. Wat is dat, Frank? Inderdaad, dat zijn de zwaailichten. Goed gedaan, jongens. Maar hoe komen we daarboven? Fantastisch, Frank. Wat een goed idee.
Goed gedaan, Frank. Amber, Matt en Frank hebben je zwaailichten gevonden. Wauw, en het werkt! Goed gedaan, jongens. Bravo. Dag, jongens. Tot de volgende keer. Hoi, Jeremy. Jij bent nog laat buiten. Ben je net klaar met werken? Wat was dat? Wat was dat, Jeremy? Het lijkt wel op een soort beest. En hij wil met je praten. Laten we autopatrouille bellen. Jongens, we weten dat het laat is en dat jullie weer naar huis willen, maar we zitten met een heel groot probleem. Jeremy was net onderweg naar huis van werk toen een eng beest met rare ogen en een schedelgezicht uit een steeg tevoorschijn kwam. Kunnen jullie helpen? Perfect. Haast je! De autopatrouille is er, Jeremy. Ze zullen het mysterie tot op de bodem uitzoeken. Oké, laat de autopatrouille de locatie maar zien waar je het beest voor het laatst zag. Weet je zeker dat dit de plek was, Jeremy? Het lijkt alsof hier niets is. Misschien is hij weg. Waarom vertel je niet aan Matt wat je zag? Lichtgevende ogen, een schedelgezicht, een rare hoed. Hector kan zoeken vanuit de lucht en licht naar beneden stralen om te kijken of hij iemand in de steeg ziet. Het schedelgezichtbeest is weg, Jeremy. Heb je iets gevonden, Matt? Is dat verf? Wat heb je gevonden, Frank? Hebben jullie het mysterie opgelost? Oh nee, daar is het geluid weer. Er komt iets aan. Nu zijn er 3 van hen. Getsie. Waarom moet je lachen, Matt? Ben je niet bang? Er is niet zo bang voor te zijn.
Het zijn Tom, kleine Tom en kleine Amber. Ze zijn verkleed voor de Dia de los Muertos. De dag van de doden. Je kon Tom niet verstaan, Jeremy, want hij had neptanden voor zijn mond. Mysterie is opgelost allemaal. Bedankt voor jullie hulp, autopatrouille. Het spijt Tom dat je zo schrok, Jeremy. Tot ziens allemaal. Tot de volgende keer. Come on.